Staan we dan naast Vito van Crooy, de eerste gouden VTW-winnaar van VVV Venlo. Ja, Vito, je hebt het meegekregen dat je gewonnen hebt, hè? Ja, klopt. Ik kreeg veel reacties erover en ik had het zelf ook gezien. Ik heb even aan jouw teamgenoten gevraagd, omschrijf Vito in één woord. Dit is wat eruit kwam. Het. Waarom? Ja, kijk maar hoe die loopt. Een klein hupje erin. Afstandsschot. Talent. Blind paard. Winnaarsmentaliteit. Afstandsschot. Strijdig. Explosief. Paard. Lelijk. Doordertig vermogen. Winnaar. Laten we eerst maar even pakken. Lelijk. Sla die daar ook even een keer handdoek tegen zijn gezicht aan. Het zijn een beetje van die grapjassen in het team toch, die de grappigste willen zijn. Maar jullie hebben wel een lief team. Ik denk van nou, iedereen gaat hier omgaansje trappen, maar het is winnaar. Winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen. Wat allemaal lieve jongens hier. Ja, klopt. Dat is ook onze kracht dat iedereen elkaar... iedereen helpt elkaar altijd en iedereen steunt elkaar. Vito, dit is hem dan. Yes. De gouden veter, beste speler van de Eredivisie. Ik ga hem aan je geven. Hoeveel goals ga je maken? Ja, ik zei van tevoren 10, maar toen ik dat zei, na de eerste wedstrijd zei, had ik wel een beetje spijt dat ik dat zei. Maar... Waarom? Ja. Vond je te veel? Ja, toen ik later ging nadenken, 2 seizoenen achter elkaar, 14 goals gemaakt in Jupiler League, dan is 10 in de Eredivisie eigenlijk wel veel. Je hebt 2 goals gescoord en jij vindt dat 10 misschien te veel is om te zeggen? Ja, toen ik een beetje ging nadenken wel, maar... Ja, moet te halen zijn eigenlijk. Moet ik volgende week de veten voor de meest bescheiden speler van de Eredivisie komen brengen? Nee, dus ik gewoon nu, je hebt de 72, schoppen naar 20 in, hoppa. Ja, 20, dan word ik bijna topscorer.